Even goed gaan zitten. En dan zorg je ervoor dat je het gevoel hebt dat je voor lange tijd zo kunt blijven zitten. Dat je het gevoel hebt dat je voor lange tijd je op je gemak zult voelen in een houding. Dat je ligt. Adem even diep in. En rustig uit. Laten we dan eerst de ogen ontspannen. Als je je ogen ontspant, is het makkelijker in de rest van de meditatie, tijdens de rest van de meditatie, je de buitenwereld om je heen te vergeten. En je blik naar binnen te richten. Spiertjes om je ogen, tussen je ogen, in je ogen. Dan ontspannen we de rest van ons lichaam. Het is net alsof we een douche hebben gehad of een bad. En we voelen de ontspanning in ons gehele lichaam doordringen. En als we dan al wat spanning voelen, dan laten we
ons lichaam gewoon even zoals het is. We hoeven er niets mee te doen. Laat de spanning niet je aandacht opeisen. Maar laat het er wel zijn. We worden bewust ervan dat ons lichaam geleidelijk aan steeds meer inactief wordt. We hoeven geen aanstalten te maken. We hoeven niet meer paraat te staan. In de startblokken. We kunnen echt het moment voor onszelf nemen. In het hier en nu. We worden niet langer afgeleid door ons lichaam. We weten dat ons lichaam zich steeds meer zal ontspannen als we van binnen ook ontspannen zijn. Wanneer we meer ontspannen zijn in ons lichaam, voelen we ook meer ontspanning van binnen. We hoeven niets te doen. En nergens heen. We zijn op ons gemak. In het hier en nu. En onvoorwaardelijk. In het hier en nu vertoeven. Wat voor spanning, pijn er ook mag zijn. Het is goed. Wat voor fijne herinneringen of plannen er ook mogen zijn, we laten het gewoon zijn. We gaan nergens achteraan lopen. En we doen ook niets weg. We hebben alle tijd van de wereld.
geleidelijk aan merken we dat er meer ruimte is, meer openheid. We voelen dat we steeds meer radiostilte ervaren. Wat natuurlijk is gegroeid. Er is gewoon steeds minder het gevoel dat we willen reageren op onze eigen gedachtenwereld en gevoelens. Het is gewoon voldoende om er bewust van te zijn, zonder het te bestuderen, analyseren of categoriseren. We zijn er, we zitten en we zijn. We zijn zo gewend aan allemaal complexe dingen te doen de hele dag lang, dat het zo heel gemakkelijk kan zijn om helemaal niets ingewikkeld te hoeven doen. We kunnen natuurlijk in de loop van de meditatie gebruik maken van een mantra of een voorstelling van iets. Visualisatie. Het kan allemaal, maar de basis blijft hetzelfde. Het eenvoudige en meest basale niets doen. Niets om af te dwalen, en niets om af te dwingen.
We voelen meer openheid en ruimte in onszelf. En geleidelijk aan voelen we ons meer één worden met de wereld om ons heen. Alsof we geleidelijk aan steeds meer ons opgenomen voelen worden. Opgenomen in de wereld om ons heen. We hoeven niks te haasten. We hoeven niks af te dwingen. Het gaat heel geleidelijk. We ademen in, nogmaals. Maar dit keer worden we alleen bewust van onze ademhaling. We hoeven niets te beheersen. We worden bewust dat de ademhaling ons terugbrengt naar het midden. We worden ons bewust dat er deze plek is waar de stilte is. Alsof we onder water gaan en er is een mooie grot onder water. En we voelen ons op ons gemak. En terwijl we zo onder water zijn, kan het zijn dat we ons een schelpje of een parel terugvinden en dat deze parel of dit schelpje ons herinnert aan het midden van de zee, midden van ons lichaam. Soms dan zien we het pareltje heel duidelijk, maar soms dan is het niet zo duidelijk. Misschien zitten de golven, misschien zit het water in de weg. Maar we voelen wel waar we moeten zijn. Met een hele zachte een geleidelijke benadering. Laten we de middenruimte in onszelf geleidelijk aan onze aandacht naar zich toe trekken. Enkel het bewustzijn dat er deze middenruimte is in het midden van de zee. En een mooie grot in onszelf. Met een pareltje, een schelpje. Dat glanst en helder licht geeft. Met een hele zachte aandacht zacht
zorgzaam op ons gemak. Laten we erop vertrouwen dat de middenruimte er is. We hoeven niet krampachtig eraan vast te houden. Het is een vertrouwen dat geleidelijk aan sterkt ons. Van binnen sterkt.
Geleidelijk aan komen we aan het laatste gedeelte van de meditatie. We glimlachen naar onszelf en we voelen de energie van de meditatie in ons gehele lichaam. En dan laten we deze energie, dan laten we deze positieve kracht naar buiten toe gaan. Want alle energie wil van nature zich verspreiden. Dus we laten deze energie zich ook verspreiden. We beginnen bij onszelf. Met de gedachte dat we gelukkig mogen zijn. Dat ik gelukkig mag zijn en vrij van lijden. Ik verdien het om gelukkig te zijn. Vrij van lijden. Gezond en vrij van ziekte. En de energie gaat naar buiten, naar de mensen om ons heen, die dichtbij wonen en veraf. En als een soort van bubbel, als een soort van zeepbel, laten we die energie los op de wereld om ons heen. Iedereen om ons heen gelukkig mag zijn, vrij van lijden. Dat iedereen gezond mag zijn, vrij van ziekte. Mensen die we kennen en niet kennen. Mensen die we mogen en niet mogen. Iedereen om ons heen, dichtbij en veraf. Wie dan ook, waar dan ook. Mensen, ongeacht religie, geloof, afkomst, groot of klein, man of vrouw, rijk of arm, dat iedereen gelukkig mag zijn, vrij van lijden. Zelfs de dieren in de wereld, zoogdier, vogel, vis, gelukkig en vrij van angst en lijden. En laat die gedachten zo in je opwellen. En voel de energie als een soort van zeepbel telkens van ons vertrekken. Vanuit het midden van onszelf naar de wereld om ons heen. Alsof de zeepbel groter wordt en groter wordt en uiteindelijk oplost in de wereld om ons heen. We houden van onszelf en we houden van de mensen om ons heen. En iedereen verdient het om gelukkig te zijn.
We worden ons bewust van de wereld om ons heen. Onze zintuigen beginnen open te staan voor de zintuiglijke prikkels. We voelen ons kussen of de mat. We horen de geluiden van de buren en de klok die aan de wand hangt. En we voelen de temperatuur hier. Of het warm is of wel fris. En dan herinneren we onszelf eraan dat er middenruimte er altijd is. En we hoeven geen enkele moeite te doen om er nu en dan onszelf aan te herinneren. Als een oefening gedurende de dag. Dan doen we geleidelijk onze ogen open aan het einde van deze meditatie.